Suriname Airways heeft notitie genomen van een online bericht waarin wordt gesuggereerd alsof de vliegverbinding tussen Miami en Paramaribo voor een periode van 6 maanden tot en met maart 2024 gesloten zou zijn. Suriname Airways heeft intussen contact gemaakt met station Miami dat meldt dat hierover niets aangegeven is in de maandelijkse meeting met Miami International en andere stakeholders. Suriname Airways wenst vooralsnog aan te geven dat dit soort besluiten maanden van tevoren netjes wordt gemeld en dat deze berichtgeving waarschijnlijk dan ook fake is. Tijdens de 60th Directing Council van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, die van 25 tot en met 28 september in Washington DC is gehouden, hebben gezondheidsautoriteiten uit de Pan-Amerikaanse regio 12 resoluties aangenomen om het gezondheidsbeleid in de regio Amerika te versterken en de resultaten te herstellen die tijdens de COVID-19-pandemie verloren zijn gegaan. Een eliminatie-initiatief van PAHO is gepresenteerd dat tot doel heeft een einde te maken aan meer dan 30 overdraagbare ziekten en aanverwante aandoeningen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. PAHO-directeur Jarbas Barbosa benadrukte het belang van benutting van de lessen die zijn geleerd uit de COVID-19-pandemie om het tempo van het eliminatie-initiatief te versnellen.